dat wij de clichés niet schuwen in deze voorstelling. Ik denk dat het ook belangrijk is om die clichés soms wel te benoemen. Mijn naam is Nina Elisa Jusson. Mijn naam is Ferhat Kaplan. Jillis Doan. Mijn naam is Remco Hazewinkel. Wij hebben de voorstelling Gouden Bergen gemaakt. En dat is een voorstelling over de Nederturk eigenlijk. Het is een ode aan de Turkse community. Ken je veel Turken? Als ik zeg Turks, waar denk je dan aan? Denk je dan misschien aan die grillroom-eigenaar? Kip of kalf? Knoflook erbij, sambal erbij, hallo, uitjes erop, hallo, hallo, sla, sla erop, ja, nee, geen servetje erbij, hallo, servet. Het is echt een lecture performance. Dat vonden we een leuke stijl, omdat we zowel willen entertainen, dus het is heel groot, het is echt een spektakel, met muziek, maar tegelijkertijd ook educatief en informatief. De liefde, de taal die door de aderen, de liefde, de taal, de muziek die door de aderen gaat. Langer duurt dan het bezoek zelf. Ja, het afscheid van het bezoek langer duurt dan het bezoek zelf. We hebben heel veel verschillende mensen geïnterviewd. We hebben ook echt een rapport van vroeger erbij gehaald. Van toen net de eerste gasten erbij zijn. Ja, de 60. Ja. Toen zij naar Nederland kwamen. Hen werden Gouden Bergen beloofd. Van kom naar Nederland, je gaat heel veel geld verdienen. En dan kan je over 2 jaar weer terug naar je dorp. En dan kan je dat investeren in je familie en in je eigen land. Maar toen ze hier aankwamen, was dat niet. Het was hard werken. Het waren sombere dagen. Je was alleen, zonder je familie. En uiteindelijk waren ze genoodzaakt om hun vrouw en kinderen hier naartoe te halen. En die Gouden Bergen die ze werden beloofd, ja, die waren er niet echt. Oh. En omdat ik weet dat dit slecht voor jou is. Ja, dus je kan niet vertrouwen op mijn keuzes. Nee, want jij weet niet wat je doet. Dank je. Hoi. Ja, en we hebben ook vooral onze eigen familieleden vragen gesteld. Ja, ook. Die in eerste instantie niet 1, 2, 3 vraagt. Oké, wat heeft mijn oma gedaan? Wat heeft mijn moeder gedaan? Wat voor effect heeft dat weer op mij? Theater maken of dat opschrijven is voor mij super belangrijk. Omdat je dan wat zij allemaal door hebben gemaakt, archiveert. En dat stukje archiveren, dat kan weer dan mijn kleinkinderen inspireren. Tijdens corona, toen de wereld ging op slot, weet je wel, maar wij, dit was onze manier van toch blijven communiceren met het vak en toch bezig blijven en toch hoop hebben in de toekomst en toch doorzetten wel gewoon, want corona was wel intens. Je hebt ineens niks meer te doen. Je hebt van iedere week zoveel doen naar niks. En toen was eigenlijk dit, was soort van onze ding van, oké, nee, het kan nog. Ja, het kan nog. Ja, het was echt zo. Ja.